Goeiedag. Ik had het wel een beetje koud hoor, zaterdag op Woudestein. Maar wat deed Excelsior het goed tegen Groningen? En wat mocht die nummer 3 van de Eredivisie blij zijn met dat ene puntje dat ze mee naar huis namen. En blij waren ze bij Feyenoord ook, omdat ze niet tegen Ajax hoefden te spelen. En dat is nou net het Calimero-effect, waar echte Feyenoorders als Willem van Hanegem en Robert Eenhoorn helemaal klaar mee zijn. Las ik althans vanmorgen in het AD. Ruud, ja, een fantastische column van Willem van Hanegem. En hij heeft gelijk, en niet alleen Willem van Hanegem is er klaar mee, maar ook de supporters. Hè? Mario Been en Leo Beenhakker hebben een aantal maanden geleden uitgelegd, er is niet veel mogelijk dit seizoen. Maar ik vind dat er nu bij de club een soort van berusting is bij Feyenoord. Ja, ze staan 17 punten achter op FC Groningen bijvoorbeeld. En iedereen vindt dat maar best. En dat werkt door naar die spelers. Die hebben ook zoiets van, ja, als we verliezen, ja, we kunnen niet beter. Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om dat te accepteren. En Leo Beenhakker ook. En dat is dan ook de enige in de organisatie met echt voetbalverstand in de directie. Die schaamt zich dood. Daarbij bij de andere directieleden zoiets hebben van, ja, het zal wel. Nou maakte Van Hanegem in het AD de vergelijking met wat Cruijff in de Telegraaf had gedaan. Zou er bij Feyenoord nu net zo'n verandering op til staan als uiteindelijk bij Ajax is gekomen? Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Want ja, sportief is een drama, financieel gaat het niet goed. Het zou wel nodig zijn en misschien kan Willem van Hanegem zo'n voortrekkersrol spelen als Cruijff bij Ajax. Ik denk het niet, daar is Willem het type niet voor. Maar het zou wel mooi zijn als dat zou gaan gebeuren. Nou, is aan de andere kant die directie gewoon wel bezig om met Pim Blokland en zijn kameraden die schuld weg te werken. Ja, maar dan moet je het anders bekijken. Toen de directie aantrad, hadden ze 20 miljoen schuld. Die schuld is opgelopen naar 40 miljoen. Nu hebben ze 49% van de aandelen weggedaan, oftewel zeggenschap uit handen gegeven. En nu staan ze weer op 20 miljoen schuld, oftewel het punt waarop ze vertrokken. Dus wat is Feyenoord nou eigenlijk opgeschoten? Eigenlijk niet zo heel erg veel dus. Aan de andere kant zou je zeggen, die investeerders, dat zijn allemaal mensen die met hard werken hun geld hebben verdiend. Die gaan dat toch niet geven aan mensen die ze het niet toevertrouwen. Nee, maar die hebben heel veel vertrouwen in Pim Blokland. Maar wat is nu de rol van Pim Blokland? Dat is me nog steeds niet duidelijk. Hè? Toen hij daar een aantal maanden geleden achter die tafel zat, dat was het momentum. Ik denk, nu gaat er iets gebeuren. Maar ik vraag me nou maar een aantal maanden later of dat nog wel gaat gebeuren. Hè? Wat is zijn rol? Wat doet hij? Probeert hij de directie zover te krijgen dat ze de eer aan zichzelf houden? Ik denk het niet, daar is hij te integer voor. In ieder geval wat je wel kan concluderen, is dat de supporters, die zijn daar wel consequent in. Want die geven het geld gewoon niet. En wat hebben ze opgehaald tot nu toe? Nog niet eens het jaarsalaris van Diego Biseswar. Dus we kunnen zeggen dat plan eigenlijk wel aardig mislukt is. Nou, laten we dan maar even naar het sportieve teruggaan. Want de afgelasting van Ajax Feyenoord zorgde er wel voor dat de spelers ineens een vrije dag hadden. Ja, en wat doe je dan? Geen klassieker in Amsterdam is voor twee spelers van Feyenoord reden een deur verder te kijken. Lucas Stanjos en Ron Vlaar op de tribune van het topsportcentrum naast de Kuip kijkend naar de Tennis Masters. Omdat Ajax uit niet doorging en is verplaatst naar woensdag 19 januari. Vanochtend, vlak voordat ik eigenlijk de deur uit moest, kreeg ik een sms van onze teammanager dat het niet doorging. We hebben 2 dagen niet kunnen trainen, dus uiteindelijk is het toch wel goed. Je hebt met een stukje veiligheid te maken en er is gewoon heel veel sneeuw gevallen, plus dat het toch wel een paar graden vroor. Ja, dan moet je dingen afwegen en dat hebben zij gedaan en dit besluit genomen. Het veld was goed, maar ik hoorde de omstandigheden voor de supporters waren niet goed. En wat is nou een wedstrijd zonder supporters? De finale van de Masters tussen Timo de Bakker en Thomas Schorrol wordt aandachtig gevolgd door de Feyenoorders. En dan zit Castanjas ook nog eens naast de begeerlijke Fatima Morera de Mello. Ja, ik zat naast haar. Gewoon een aardige vrouw. Daar zijn we gewoon mee te praten. Maar dat is geen straf? Nee hoor, dat is geen straf. Zeker niet hoor. Ik heb Timo leren kennen en via vrienden. En daarom ben ik hier nu aanwezig vandaag. Ik vind tennis een heel leuk sport. Ik kijk er ook graag naar op tv en zo. En een paar vrienden gingen naar Timo de Bakker kijken. Die vroegen me mee dus. Ik kan toch niks te doen dus. Voor met name Castanjos is tennis op zo'n vrije zondag een lekkere afleiding. Maar ook langs de baan krijgt hij vragen over zijn mogelijke transfer naar Inter op zich afgevuurd. Want Leo Beenhakker is beloofd dat de Italianen deze week een bod gaan doen. Ik weet daar niks over. Ik hou me daar ook niet bezig. Focus me gewoon op Feyenoord. Dat is het gewoon. Ja, leuke gozer, hè, Castanjos? Ja, ik vind het een geweldig ventje in zijn vrije tijd naar het tennis. Is op zich niet zo bijzonder, want er zitten nog veel meer mensen die in hun vrije tijd naar het tennis gaan. Maar Lucas Castanjos is ook een mannetje die aan het begin van het seizoen bij de eerste training van Sparta was. Is gewoon een liefhebber, is gewoon een heerlijk ventje. 18 jaar en die gun je het.
En die kan je dan toch ook gewoon voor die camera laten staan? Ja, want dat vind ik wel eens jammer bij clubs, dat ze jonge jongens te vaak bij de camera weghouden om ze te beschermen. En hij toont gewoon aan dat dat niet nodig is. Hij verwoordt zich goed, we vragen weer naar Inter, dat is onze plicht. En hij heeft geen zin om daar antwoord op te geven. En dan geeft hij ook gewoon geen antwoord. Heeft hij groot gelijk in? Nee, deze jongen, die komt er wel. Nou, dan naar Excelsior. Hebben we van genoten, ik althans, zeker in de tweede helft. Je zou kunnen zeggen, met dank aan scheidsrechter Nijhuis en aan Groningen verdediger Veldmaten, maar daar doe ik ze wel een beetje mee tekort eigenlijk. Ja, Excelsior speelde goed, Excelsior kreeg kansen, maar inderdaad, de strafschop die Excelsior op een achterstand kreeg, dat was er geen één. En de gelijkmaker in de 89e minuut van Bovenberg, ja, Jeroen Veldmaten, die ging toen even buiten de lijnen zijn veten zitten strikken. Ja, Excelsior zal hem er eeuwig dankbaar voor zijn, maar Pieter Huistra, de trainer van Groningen, moet ook helemaal gek geworden zijn. Je gaat toch niet vlak voor tijd je veten, ga je toch op één schoen ga je toch in dat veld staan? Nee. Erg klunzig, maar bij Excelsior waren ze er niet minder blij om. En aan de andere kant, die goal van Excelsior die afgekeurd werd, dat was ook gewoon een zuiver doel. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ja, soms krijgen ze zo mee en soms krijgen ze zo tegen. En als je dan aan het eind van het seizoen een streep eronder zet, is dat wel een beetje in balans, denk ik. Ben je er wel mee eens dat de speler van de week alleen maar bij Excelsior vandaag? Volgens mij waren zij de enige regio-club die in actie kwamen. Dus. Ja, nou ja, en dat kwam eigenlijk voornamelijk doordat dat veld werd schoongemaakt door een groot aantal vrijwilligers. En de bloemen zijn daarom voor het symbool van dat vrijwilligerswerk. Al die mannen en vrouwen. Overigens met rood-zwart bloed, de 78-jarige Jaapie van Drunen. Normaal gesproken de speler van de week, die gaat eigenlijk nu naar de vrijwilliger van de week. We hebben begrepen dat u dat hele mooie veld speelklaar heeft gekregen zaterdag. Nou, niet alleen, ik geloof met 25, 30 mensen wel, denk ik. Nee, dat heb ik niet alleen gedaan. Maar bent u wel bereid de bosbloemen in ontvangst te nemen? Vindt u ze wel mooi? Deze... Ja, ik vind ze zonder meer mooi. Mijn vrouw die houdt wel van bloemen. Aangezien ik maar een AOW'tje heb, kom ik niet elke dag met zo'n bosbloemen thuis. Maar zoveel sneeuw, heeft u dat ooit gezien in al die jaren dat u bij Excelsior werkt? Dat is de derde keer al dat ik dat meemaak. Maar zoveel, nee, zoveel niet. Dit is wel echt het meeste wat ik gezien heb. Waar haalt u de kracht vandaan? U bent door 78, met alle respect. Ja, dat is de wil om te doen in het belang van iedereen. Zeggen de spelers wel eens wat tegen u, van joh, bedankt? Ja, nou, ik word gekscherend word ik door de jongens altijd... die beroemde voetballer, de beste voetballer van de wereld, word ik altijd genoemd. Naar wie dan? Messi. En dan denk ik, nou, ze bedoelen daarmee te zeggen, waarschijnlijk. Dankjewel, Jaap. Merci. Doordat Excelsior de enige Rijnmond-club was die speelde, zijn er weinig verschuivingen in de ranglijst. Jordi Klaasie kreeg een 7 en stijgt daardoor naar de tweede plaats. Herbstmeister in ons klassement is Tom Beugelsdijk van FC Dordrecht. U zag net Lucas Stanjos en Ron Vlaar bij de finale van de Tennis Masters in het topsportcentrum. Ze keken daar naar de herenfinale die een verrassende winnaar kende. Geen Robin Haase, geen Timo de Bakker, maar Thomas Schorel werd Nederlands kampioen. Dat had ook de nieuwe toernooidirecteur Raymond Sluiter niet verwacht hoor. De Tennis Masters kende in het eerste jaar van Raymond Sluiter als toernooidirecteur een zeer sterk deelnemersveld. Met de komst van Timo de Bakker, Robin Haase en Michaela Krajicek had Sluiter weinig te klagen. Behalve dan dat de boomlange linkshandige Amsterdammer Thomas Schorel roet in het eten gooide. Nou ja, met lange Amsterdammers waren we hier in principe natuurlijk niet zo heel erg blij. Maar ja, deze gozer is wel een waanzinnig goede tennisser en een goede jongen ook. Hij heeft sinds anderhalf jaar de draad echt de draad te pakken. En ja, dat gaat gewoon echt waanzinnig goed. En ik denk een terechte winnaar als je ziet dat Udi zijn... Hoe die gisteren Robin Haase eigenlijk vrij makkelijk wegzetten. Nou, en als je dan vandaag ook nog van Timo de Bakker wint, ja, dan denk ik wel dat je een terechte winnaar bent. Rol had twee tiebreaks nodig om de huidige nummer 43 van de wereld te verslaan. De Amsterdammer geldt al enige tijd als groot talent, maar toch wist hij de Bakker te verrassen. Ik denk over het algemeen speelde hij gewoon beter op belangrijke momenten. Hij sfeerde gewoon goed en heb ik gewoon heel weinig kansen gehad. En dan gebeurt het in twee tiebreaks en dan houdt het op. Ja, nou ja, in dat opzicht versla ik de twee beste tennis van Nederland in hetzelfde weekend met een goed spel. Dus ja, zeker een verrassing. En ik ben er alleen maar blij mee en hoop deze lijn door te kunnen zetten. Ook de toernooidirecteur mocht dit weekend een prijs in ontvangst nemen. Hij kreeg uit handen van sportwethouder Antoinette Laan de Faas Wilkes Sportprijs.
voor zijn successen als tennisser en ook als toernooidirecteur. Want hij kan terugkijken op een geslaagd debuut. Ja, een druk, maar leuk weekje. En ja, overal, damesfinale staat nu nog op de baan. Maar overal durf ik wel te stellen dat ik in ieder geval redelijk tevreden ben met mijn eerste week. Hij heeft het gewoon heel goed gedaan. Het is gewoon een supergoeie gozer. En ook, ik denk dat hij het gewoon heel goed hier voor elkaar heeft neergezet. Dus ik ben er zeer blij mee. De damesfinale werd uiteindelijk gewonnen door Michaela Krajicek. Zij won 2 sets van Arantxa Rus. De volleybaldames van Sliedrecht Sport plaatsen zich afgelopen week ten koste van Spaarkasse Hartberg bij de laatste 32 van de Challenge Cup. Dat was niet echt een verrassing, want de thuiswedstrijd was door Sliedrecht Sport al zonder enig probleem met 3-0 gewonnen. Toch pakten de dames deze return heel serieus op. Verslaggever Teun de Jong mocht het in Oostenrijk allemaal van heel dichtbij volgen. De analyse, de wedstrijdbespreking, de pep talk in de kleedkamer en het uiteindelijke resultaat. Als de speelsters op de wedstrijddag naar de laatste training gaan, is de helft van de voorbereiding eigenlijk al gedaan. De tegenstander uit het heuvelachtige Hartberg is in de heenwedstrijd tot in ieder detail geanalyseerd. Dat gebeurt door een data-analyst die ook zijn eigen team beoordeelt. Ik voer alle acties van de speelsters in, plus balrichtingen, plus kwaliteit van de bal. Kwaliteit pass, kwaliteit service. En vervolgens wordt op basis van dat wordt een videobestand gemaakt met match reports. En die geven aan de speelsters wat er gebruikt wordt om een wedstrijdbespreking te doen. Het niveau kan zo dicht bij elkaar liggen dat 2 punten in een set kan winst of verlies betekenen. Dus dat kan je hierin meenemen. Het is een extra iets. Terug in het hotel wordt die informatie gebruikt bij de wedstrijdbespreking. Want dat is wel het gevaar van dit soort wedstrijden. Van, nou, je hebt gezien dat je de betere ploeg bent. En elke bal die zij scoren is dan ongelooflijke tegenvaller. En dan met die tegenvalling of tegenvallende actie of die teleurstelling moet je dan weer 3 punten spelen. Dat moet je niet doen. Nou ja, dat is precies wat ik net zei. Hè. Je slaat relatief niet zoveel ballen in het blok. En dan is het wel verleidelijk om die 2 ballen die dan wel in het blok komen. Om daar net, en zorg dat je daar alert bij bent. Want dat maakt het 10 keer leuker zo'n wedstrijd. Als je dat balletje dan net wel pakt. Oh, yes, hoor. Wat hoop je dat het tegen Hartberg uitkomt van wat je zojuist verteld hebt? Nou, dat we in ieder geval de paas onder controle krijgen, want ik vind het serverend een hele sterke ploeg. Als het goed is, zouden we blokkerend redelijk veel tijd moeten hebben. Ze hebben een vrij onervaren spelverdeelster, waardoor we het blokkerend en verdedigend goed zouden hebben moeten staan. Dus ik verwacht daar dat daar de winst ligt in die fase van de wedstrijd. Dus op eigen service en daarna blokverdediging. Als de ploeg naar de sporthal vertrekt, zijn de eerste supporters ook aangekomen in Hartberg. En die kunnen maar nauwelijks recht blijven staan. Oh, niet gestrooid. Het blijkt slechts een voorbode, want op de tribunes zit een vak vol Sliedrecht supporters. Net voor de wedstrijd gaat het team nog even de kleedkamer binnen. Daar worden de speelsters herinnerd aan hun rol in het team. Hoe je die gaat inzetten, dus even gewoon 1 kernwoord van daar ga ik iedereen mee helpen. Als Pitbull blijft vechten. Als Pitbull zag dat hij een vel is gemaakt. Als actieleider duidelijkheid. Wat je net gezegd hebt, dat is eigenlijk heel simpel, maar doe dat. Vanaf eerste punt. Je moet je echt gesteund voelen door alle mensen in een blauw-wit shirt. In de wedstrijd blijkt zowel de gevoelsmatige pep talk als de technische analyse te werken. Voor die druk hou je de foutenlast daar hoog. Maar je moet die bal uit verdediging blijven doen. Dan moet je veel energie in stoppen. Serveren, dat is prima. Druk genoeg. Toch komt niet alles uit, bijvoorbeeld hier in het midden bij Mariska Koster. In de analyse kwam naar voren dat zij in de thuiswedstrijd bij ons weinig eerste tempo hebben gespeeld. En hier bleek dat ze dat wel heel veel deden. Waar kon, deden ze het. En daar ging ik inderdaad in de eerste set even de mis mee in. Via de analist komt die informatie bij de coach terecht. Blijf, Maris, blijf iets langer naar het net toe in je blokkering. Je bent net iets te vroeg. Al terug aan het gaan. In de tweede set blijft Koster langer in het midden wachten, waardoor ze haar tegenstander constant blokkeert. Het krachtsverschil blijkt opnieuw zo groot dat de analyse kan worden losgelaten. Bijvoorbeeld bij de service van Carine Melwijk. In 2 wedstrijden staat Sliedrecht geen enkele set af. Een reden voor een feestje met de supporters.
Wel wordt na afloop bekend dat de volgende tegenstander uit Finland komt, waar het op dit moment 15 graden vriest. Het maakt het feestje er in Hartberg niet minder leuk op. We zitten midden in de tijd van geloof, hoop en liefde. En nou vertrouw ik erop dat u met de hoop en de liefde zelf al uitkomt. Maar wat het geloven betreft spijkeren we u in de weken rondom kerst een beetje bij. Steeds meer sporters worden openhartig over de rol die geloof in hun carrière speelt. Dirk Beers maakte 3 prachtige portretten van betaald voetballers uit onze regio. Vandaag een voormalige held van het Feyenoord Legioen, Christian Gian. Remember the cross, remember the blood, remember it. I can't live without God. He made me what I am now. You have to know that it's Him, it's not you. You know, some people, they think everything they think is me, I did it. But for me, I never say that in my life. Everything I give, glory to God. Jesus, my Lord. The football I play, in physical, you can see that it's me playing. But inside me, for me, I know that it's God who is helping me. Sometimes if I'm in the field, still I'm playing football, but still praying in my spirit, you know. God is faith. So that's why I have faith, because I have God in me. All the Catholics, they have the way they worship their Lord. And this is the way we worship. We, as a Pentecostal, we clap. In the Bible, we said, clap and put your feet in the ground. If we do that, we have some joy inside us, you know. We have some happiness. You can feel it, that God is here, you know. The Spirit of God, you can sense it, you know. If the Spirit of God is here, you don't have control for your flesh, you know. Remember, if your Spirit come upon you and the Holy Ghost is upon you, the flesh dies. And the spirit is working, so even if they say keep quiet, it's difficult, you know? It's difficult because the flesh cannot take control over the spirit, you know? It's a really good feeling, you know? If you feel this, it's like electric, you know? It's like electric inside you, you know? And it's strong, and if it comes to you, you are not afraid of anybody. You are not afraid of anything, you know? After the worship, I don't know where I am. You know, until I open my eyes and I, you know, even I don't know where I stand. So when I open my eyes, I'm like. I never doubt. The person who doubts cannot receive anything. I feel more safe, you know, and I feel more home. Met dit indringende portret komt een einde aan deze Sportclub Rijnmond. Let u vooral op aanstaande woensdag. Dan ziet u hier op TV Rijnmond de registratie van ons grote sportbal 2010. En vrijdag sluiten we het voetbaljaar af met FC Rijnmond. En daarin is onze gast Johan Derksen. Dus dan kunt u gezegend de kerst in. Volgende week moet u ons even missen, maar op 3 januari zijn we terug. Geniet ondertussen van de sneeuw, van de kerst en vooral van elkaar.